Goedemiddag. Yo, hallo. Goedenavond iedereen. Hey. Voilà. Ja, welkom in mijn leven. Santé. Santé, school. Kom hier. Hallo, ik ben Irine. Ik ben 23 jaar. En de zomer van 2014 ga ik nooit vergeten, omdat het is het jaar waarop ik lymfeklierkanker heb. Goedemorgen. Het is mijn verjaardag vandaag. Hey. Zit ik dus voor de vierde keer in het ziekenhuis voor mijn chemo. En dan krijg ik de resultaten van mijn PET-scan. Dus het is wel echt super spannend. Ik ben er veel meer mee bezig dan ik dacht dat ik er mee bezig was. Ik heb ook een super lief berichtje gekregen van mijn echt. Lieve Eline, ik wens je vandaag een heel mooie verjaardag. Ondanks dat je vandaag chemo hebt, moet je deze koesteren. Want in deze 23 jaar zal dit de eerste en laatste keer zijn dat je chemo moet hebben. Dat hoop ik dan. Je eindigt die 22 jaar met slechte en goede momenten. Begin 23 met mooie vooruitzichten. Dromen kun je volop doen. Ik ben zo trots op je. Al de kracht die jij uitstraalt. Alles wat jij een positieve swing geeft. Oei. Daarom moet jij vandaag extra in de bloemetjes gezet worden. Geniet ervan, de kus. Het is eigenlijk ook echt wel waar. Al het negatieve, al het slechte, hoe ik mij de laatste jaren gevoeld heb, die mag ik nu eindelijk echt achter mij laten. En nu kan ik gewoon vooruit denken. En positief blijven hopen. Ja. Ik moet daaraan blijven denken. Want anders als ik begin te denken aan de chemo straks en al. Dat is niet goed. Niet altijd even makkelijk. Nee. Ik ben Pieter Jan, ik ben 18 jaar en deze zomer vertrek ik naar Ghana om vrijwilligerswerk te gaan doen met een hele groep jonge gasten in een weeshuis gaan werken. Mijn zwembroek, ik ging juist komen vragen. Alsjeblieft. Dus nog... Fuck. Kom erin, Pieter Jan. Ah, dat hoop aan. Voilà. Hoe is het ermee? Goed. Voilà, ik ben hier bij mijn opa. Voor mij toch een groot voorbeeld eigenlijk op vlak van solidariteit. Het is waar, opa. Dat is veel gezegd, hè. Maar toch iemand die altijd positieve een beetje naar boven brengt. Een beetje, hè. Altijd toffe momenten meegemaakt hier. En vandaag, wat gaan we doen, opa, vandaag? Hey? Wat gaan we doen vandaag? En vandaag, we zouden misschien een keer een stukje naar Povel gaan. Nog een keer, zie je dat zin? Gaan helpen ook, hè. Heb je nog tijd? Ik heb nog heel een dag. Ja. Als je nu hier staat, vind ik, heb je hier een prachtig zicht. Dus de kathedraal. Dat klein huisje, dat geveltje. En dan daar die hele schone kathedraal. En dat allemaal van hier, hè. Waar wij zo dikwijls binnenkomen. Heb je daar al een keer op gelet? Nee. Voorlopig naar deze kamer, kamer 14. Ik moet er al heel de dag op zitten. Het is wel dat het ook goed zit, maar een heel de dag is toch lang. Dat is super relaxerend. Kijk, als je voetjes hebt gevonden, wat anders doen. Dat kent al. Ja, dat is wel. Kun je huizen hier nog? Nee.
dat is juist nog voor vanochtend van achter toe kort voor massages. Massages. Ja, jammer hé. Is dat zo in? Ja. Ik ga een poortje aanprikken. Mm-hmm. En hoe is het vandaag? Ik heb een jager vandaag. Oh, is het waar? Ja. Oh, proficiat. Ja. Eerst ontsmetten en dan schieten. Wel vrij zenuwachtig. Ik weet straks hoe dat de pet kan huizen. Ah, de resultaten. Mm. Mm. Dat is altijd een beetje bang afwachten. Ik ga nog even duren. Ze knijpen het nog. Ja. Ik ga het goed fixeren tussen mijn vingers. Ik ga verwitten als ik ga prikken. Uh-huh. Ja. Dan ga ik goed diep inademen. Dus de huid laten. Oké. Okay. Hoog uitademen. Zo dan. Ja? Ja. Daar zit er weer al op. Hm? Hier zijn we. Maar dat ik hier heb volle werk en ik heb al hier weer om de tand te geven aan de boom. Welkom. En dat is uw nieuw, hè? Welkom. Kom binnen, dat is hier de leden van de medewerkers, hè? Ja, we voelen ons thuis. En maar je moet maar explicatie geven. Ik ga geen explicatie. Nee, toch wel, toch wel. Dat is hier de chef. Ja, de chef. Jongen, jongen, dat mag allemaal. Ja, het is mooi vanzelf. Hij weet dat hij dus nu gaat vertrekken. Naar Hanna. Bij Weesers. Zeg het maar zelf. Naar de Weesers gaan helpen met een groep jongeren van 8 jaar. Een stuk of 10. En daar 3 weken. Hoe oud zeggen ze dat? Een stuk of 10. Maar we zijn van mijn leeftijd. Ja. Oh. Met een stuk of 10 en dan 3 weken daar gaan helpen. En we slapen bij de plaatselijke bevolking, dus dat wordt ook nog. Ook heel ervaringen zijn wij in hun hutten. Ja. Eigenlijk doe ik dat om, omdat ik het belangrijk vind om mensen te kunnen helpen. En gewoon het feit dat de respons te krijgen van die mensen als ze tevreden zijn dat je daar bent en gewoon kunnen een babbeltje doen met die mensen is al voor hen heel belangrijk. En daar word ik zelf ook gelukkig van. Dus dat vind ik veel belangrijker dan gewoon materialistische dingen of zo. Voilà. Hallo, ik ben Amber en ik ben een triatlete. Deze zomer zou heel speciaal voor mij kunnen worden, want ik ga nu proberen mij te selecteren voor de Youth Olympic Games in China in augustus. En dat gaat een complete verandering zijn en een hele ervaring. En, ja, ik hoop echt dat ik, dat ik daar ga geraken. Hè. Mama net afgezet op het werk en nu gaat mijn papa mij voeren naar de watersportbaan omdat vandaag de stage met het BOIC begint voor iedereen die naar China mag. En ja, op alle plaatsen in heel België waar dat eigenlijk de stage kon zijn, is het 5 minuten van ons huis. En ik bedoel, waar dat ik altijd train rond de watersportbaan, loop ik iets verder. Ook aan de watersportbaan is het zwembad waar ik altijd zwem. Dus het is echt grappig. En ik heb er ook heel veel zin in, omdat het leuk is om iedereen te leren kennen die mee mag. Het zijn 30 atleten. En er gaat van de avond ook een teambuilding zijn. En dus ik kijk er echt naar uit om iedereen te leren kennen. En we zullen zien, hè. Dus, straks. Flap. Hey. Hallo. Een beetje bloed afnemen. Tomer? Gaat het? Mm-hmm. Een beetje bleek zand komen. Ja. We hadden niet te veel aan duiken. Nee. Behalve voor iets anders. Ja. De paardjes. Zo. De paardjes. De paardenliefhebber.
Nee, nee, nee. Het is wel leuk, maar ja, hij is het eerst. En is het meegevallen? Ja, dat is wel een hoofd. Ja, dat is wel. Dat was wel een verschil. Je hebt weer kaarten, hè? Voor op Warenheim koersen. Wat doet er zeer aan? Ja. Komt het op pijn? Nee, ik voel niets. Maar ze dacht. Ze dacht. Dat ik niet naar daar mag kijken. Dat is allemaal zo goed. Ze dacht dat ik niet naar daar mag kijken. Maar met je wel kijkt, is niemand verboden dat je niet mag kijken. Nee, dan is het zeker. Hè. Ja, het is binnen gedaan. Ja. En nu wachten we niet. Dus wachten tot op de bloeduitslag, ja. Als je het nodig hebt. Oké. Okay. Geef er maar eens eentje. Oké? Oké. Nu is eigenlijk eerst vooral wachten op de bloedresultaten. Als die goed zijn, dan mag ik mijn chemo hebben. En anders moet het uitgesteld worden. Ja, wachten. Hij wachtte niet. Jullie hadden wel wachten, hè? Ja. Je leerde geduld hebben, hè? Ja. Ja. Om de rondbouw te presenteren, ik zie een groot woord. Een heel pittige dame, ze heeft zich dit jaar geselecteerd in Kuwait voor de Jeugd Olympische Spelen nu in Nanjing. Ze is nog single en dat kan ook zo blijven, want een trein kan daarvoor zorgen. Dus de mannen mogen nog even dat buurt blijven om aan te spelen en dan kunnen we eerst langs mij opzijden als je een goede keuring krijgt. Er is eigenlijk echt de top van België bijeen die er allemaal veel voor doen, die leven voor een sport. En het is wel leuk om hier te hebben. Je hebt zo een beetje steun. Ik heb wel altijd steun, het is dat niet. Maar iedereen begrijpt mij wel, ook op school. Mijn vriendinnen die zijn heel erg begaan ook met mij. En ze begrijpen het heel goed als ik eens niet mee kan. Maar hier is het ook nog altijd iets anders, omdat het is... Ja, iedereen leeft hier voor zijn sport. Waarschijnlijk zijn er hier ook heel veel die moeten zeggen van... Ja, sorry, maar ik kan niet mee. Ik moet gaan trainen. En daar ben ik wel heel blij mee. We gaan in actie komen, dus we gaan jullie steunen. Wanneer jullie er allemaal redelijk fris zijn, dat jullie steun nog kunnen gebruiken hier in Nanjing. Dus een applaus voor op uw naam. Heb je een broodje mee? Ja, man. Alsjeblieft. Dat is kip met curry en hier is dat kaas. Alsjeblieft. Volgens mij is het wel mogelijk om een betere wereld te realiseren. Maar dan moeten er meer mensen zijn die daar ook achter staan. Want dag van vandaag is dat, kijken de mensen meer naar zichzelf dan naar de anderen. Hè. Maar het is wel schitterend om te zien dat er zoveel mensen zijn, ook vrijwilligers. Die mensen willen helpen. Ja. Het is dat hier nog een beetje gespeeld door de poegel. Je moet door die werken dat wij doen. Werken dat wij doen. Tussen te lachen. Ja, Carola is er ook deur van. Hè. Maar ik zou haar een keer moeten... Ja, ik zou Carola moeten kunnen keer opsluiten. Dat een lief is. Allee, Pieter Jan. Je zei van harte bedankt voor de komen helpen. Ik wens u het allerbeste. Met uw reis naar Afrika. Dank u wel. Het gaat daar zeer warm zijn ook. Dus zorg dat je over de middag niet te veel werkt. Ik wens u dan het allerbeste. En proficiat met jullie. Dank u wel. En regelmatig drinken. Ja, ik ga er aan denken. En anders je droogt daaruit. Oké. Okay. Nee? Goedemiddag.
ga starten met de voorbereiding. Hè. Ja. Uw bloedwaarden zijn allemaal in orde, dus ik ga ze starten. Starten met de voorbereiding. Okay. Dus je weet al een beetje cortisone en iets voor je maag te beschermen, dat je zeker niet misselijk kan zeggen dat je geen last gaat hebben. Ja. Voilà, dus is dat zakje dat aan het open is. Hè? Voilà, kijk, dat gaat nu al 14 minuutjes duren en ik kom dan straks terug bij je. Ja. Goed. Voilà. Zie je dat? Ja. Dank je. Geen start. Geen start, nee, eindelijk. Dat is een beetje schot in de zaak. Eline. Hallo. Hoe is het? Ja. En nu zat hij te denken... Ja, breng iets. Breng iets van nieuws. Ja. Ik weet het nu nog niet, maar ik ga het straks weten. Okay. Dus de collega's in TUZ bellen mij. Van zodra dat ik het weet, bel ik u. Ja. Okay. De beelden, de foto's, die komen pas achteraf. Maar we hebben dan al afgesproken daarover. Ja. Dan kijken we samen de volgende keer. Okay. Maar het zal goed zijn. We hopen het. Hè. Het zal een mooi verjaardagscadeau zijn, Eline. Ja. Enorm. Dus van zodra dat ik het weet, kom ik bij u terug. Oké. Okay. Ja? Ja, dank u wel. Zo, hè. Ja. Nee. Dank u. Als dat goed is, dan mag ik gewoon blijven verder doen. Dan is het wel nog sowieso 8 keer chemo. Maar dan... Allee, dan is het gewoon hetzelfde, zoals ik altijd al gehad heb. En als het niet weg is, dan gaan ze de dosis verzwaren of zoiets. Ja, alles is... No. Terwijl, ik hoop dat het gewoon goed nieuws is dat het zo blijft. Want het is wel goed genoeg. Ja. Ja, we zijn hier nu op de kamer en mijn kamergenootje Lisa is hier. Lisa, zeg hallo tegen de camera. Hallo. Na het middageten hebben we daar juist ook kleren gekregen. Ik zal ze een keer tonen. Een paar polootjes, broekjes, heel veel t-shirtjes, 2 sweaters en een mooie rugzak. En dan nog zo een grotere zak. En normaal gezien krijgen we ook schoenen en een lange broek. Maar mijn probleem is een beetje dat ik wat korte benen heb. Veel te korte benen, jammer genoeg. En ja, de broek past mij niet. En we gaan dat proberen nog te ruilen. En hetzelfde met de schoenen. De schoenen zijn te klein. Dus dat ga ik ook nog proberen om te ruilen. Maar ik ben wel heel blij dat ik zo veel mooie dingen krijg. Voor in China niet te warme dingen ook. Want het gaat er heel warm zijn. Dus ja. Allee, ik ga dan je klaarmaken om te gaan fietsen. Man, dat een irritante doos. Ze doen echt kotsbeug. Dat is een slechte. Nou. Maar ze heeft zo een zeeppulken in datzelfde kleur. In haar wc's, ja. Ik kan dat echt niet zien. Om dat nu rood te maken, nee. Dat zijn de 3 kleintjes eerst. Ja. Oké, moet ik het achter u zetten? Voor het kleurken? Ja, misschien. Gaat toch piepen, hè? Ja, het is goed. Oké. Voilà, tot straks. Ja, tot straks. Dank u. Ik ben aan de oranje aan het kleuren. Begint. Nee. Ik zit hier al. Loopt al in? Ja, ik zit hier al. Hm. Hop, Holland, hop. Is dat weer. Hé? Nee? Hm. Ja, hm. Ik ga je echt eens voorstellen aan mijn ouders, dat is mijn papa. Altijd, dank je wel. Altijd goed, het druk in de weer. En dan ook even passeren bij de mama. Ook altijd druk bezig met de tuin. En toch wel... 2 speciale mensen voor mij die altijd voor me klaarstaan. Zeg papa, vertel een keer, vind je dat leuk dat ik naar Ghana vertrek? Ik denk dat we onmiddellijk heel enthousiast waren. We waren aangenaam verrast dat je die stap wou zetten. En ik denk dat dat een enorme kans is om ja, voor jezelf, om een mooiere mens te worden, om dingen te ontdekken. Dus ik zou zeggen, wij zijn daar enorm enthousiast over.
Zeg, mami, je kent me toch een beetje ondertussen. Wat denk je dat ik het moeilijkst heb daar? Ik denk dat je vooral voorzichtig moet zijn en niet ziek wordt. Hygiëne is heel belangrijk. En dat is niet altijd je sterkste punt. Heb je zelf nog schrik? Zijn er dingen waar je... Nee, maar ik kan me dat nog niet inbeelden. Hoe dat ik... Het zou natuurlijk wel situaties zijn dat je niet gewoon bent. Maar ik ga me wel rap aanpassen, denk ik. Of er die altijd wel een panikeren, maar ik denk dat ik wel rustig blijf onder elke situatie. Dus. Dat is belangrijk. En je hebt ook nog zoveel, je hebt toch andere vrienden. En je hebt ook een stuk jezelf waar je kunt op vertrouwen. En er is ook nog de goede engel bewaarder boven die voor jou een stukje zal mee zorgen dat het goed gaat. En ik vertrouw er ook op dat je in moeilijke situaties, dat God jou ook echt concreet zal helpen. En dat hij ook zal bijstaan om waar te maken wat je in je diepste verlangt. Ik denk dat we recht mogelijk vertrouwen. Dat ook in die moeilijke momenten, dat God ons ook sterkt erin. Ik heb je gezegd dat heel goed. Is het waar? Heel goed. Ja, nog nauwelijks iets echt is zo. Is het waar? Ja. Het is echt zo, want anders zeg ik dat niet zo. Oh. Het zit dus heel goed. Alles op dezelfde manier verder. Goed, hè? Ja. Ik ga u laten, met uw familie, maar het zit echt zeer goed. Is het allemaal weg? Of? Ja. Dus men zegt, we gaan dan de beelden samen zien, hè. Dat ja... nog een beetje vergroot is, maar wat dat eigenlijk telt, is de ziekteactiviteit. En die is er nog nauwelijks. Nauwelijks? Dus veel kleiner en nog nauwelijks. Want ze zei zelf spontaan zeer goed. De collega die dat moet interpreteren en die dat al gezien heeft. Ja. Dus het zit echt heel goed. Het is echt zo. Moet ik een keer knijpen? Ja. Dat echt zo is. Goedemorgen. Ja. Moet je een stukje kiek hebben voor Adriana? Ja. Ik zit graag. Mag ik het mee? Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat wat zijn. Dat gaat wat zijn. Ja, tuurlijk. Heel erg dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, voilà. Het is maar een beetje pover, maar ja. Nee, dat is helemaal niet pover. Dat is super. Geef me maar een stukje daarvan. Van deze? Dat is prima. En nu moet jij nog dat aan iedereen laten weten. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat zal... goed nieuws zijn voor allemaal. Dat is een mooi cadeau. Bedankt. Ja, het vraagt voor iedereen veel, hè? Bedankt voor alles. Ja, nee. Dat is maar normaal, dat hoort zo, hè? En als het goed is, is iedereen blij, hè? Ja. Dank u wel, hè. Oké. Okay. Tot de volgende keer, hè? Sorry. Ja, sorry. Het zijn terecht emoties, hè. Kruidjes van geluk. Dag. Is deze spanning nu weg? Ja. Nee? Alice, hè? Het is toch niet over niets, hè? Is goed. Eerst ook je doorsturen, hè? Met de zussen? Ja. Je hebt dat goed gedaan, zeg. Allee, en even kop op, hè. Hè? Je kunt het aftalen, hè, nu? Je weet dat het werkt, hè, nu? Ja, het is waar. Het is niet van iets geweest. Nee. Het zou wel niet. Ik voel het zo helemaal zo van mij aflopen. Helemaal zijn. Ja, allee. Nu naar huis. Ja. Thank you.
beetje raar dat mijn ouders zo vertrekken naar Rijndijk. Ik besef het nog niet zo heel goed. Blijkbaar zijn we met 2 jongens en 12 meisjes. Gelukzak. Vanavond, Brihan, knijstival. Tijd van de nieuwjaarsbrief in mijn oom. En dat was dan mijn cadeau dat ik kreeg. Zonnebril? Ja. Waar ligt die? Klein beneden op tafel. Het is.